En dan is het duidelijk dat ik nu op de homepage ben, dus op het huisje. Nou, dan ga ik hier wat fotootjes toevoegen. En dat doen we als volgt. Eerst nog even een titeltje. Ik ga even laten zien wat we gaan maken. We gaan dit maken. Dus 3 titels. En elke keer een fotootje erbij. Van wat activiteiten met een tekst daarop. En je ziet dat de foto's gaan een beetje wegveden, zeg maar, in het scherm. Alsof je door die foto's kan scrollen. Dat kan niet echt, helaas. Want het is een prototype app, zoals dat heet. Dus je maakt een voorbeeld alsof die echt werkt. Dit is een beetje geïnspireerd trouwens van wat je ziet bij Netflix en bij Spotify. Oké, eerst even een titeltje maken. Gaan we nu een kopje toevoegen. Je maakt een vakje van links naar rechts. En je typt top 10 activiteiten. Zonder spelfouten. Dan doe ik even command A. Fill, dat is de vulling, die zet ik op zwart. Pak zo even een ander kleurtje. En deze zet ik op 20. En het lettertype is SF Pro Text. Die hebben we geïnstalleerd. En daarvan de bold variant. Of de heavy, als je het mooi vindt. Oké, kan ik nu mijn typfout even weghalen. Nou, eigenlijk even een pijltje drukken, daarnaast klikken. Wil ik die blauwe kleur. Dus ik doe even dubbelklikken. Dan klik ik nog een aantal keer, alsof je heel zenuwachtig bent. Dan druk je op het pipetje bij achter fill. Dus hier zo. En dan klik ik op de blauwe kleur. Dan druk ik even op fill. En ga ik deze kleur even aan mijn favorieten toevoegen. Dat doe je met dit pijltje. En dat had ik al, zoals je ziet. En dan kan ik de volgende keer die kleur makkelijker pakken. Nou, dan ga ik nu foto's toevoegen. Dat doe ik met het vakje. Waarom doe ik dat met het vakje? Nou, dat is net als bij InDesign. Je maakt een vakje en dan sleep je daar een foto in. Dus ik ga nu een vierkant maken. Ga ik dat willekeurig ergens zo vanaf de rand doen? Nee, is niet zo handig. Dus wat doen we eerst? Even een pijltje. En dan klik ik op de titel Home. En dan zit ik in de instellingen van dit tekengebied, van dit schermpje. Dan ga ik even wat we noemen een grid toevoegen. Dat doe ik hier. Vakje voor grid, hier zo. Square verander ik naar layout. Wat zal ik eens doen? Maak ik 3 kolommetjes, columns 3. Nou, dan kun je hier allerlei dingen instellingen. En deze zet ik op 20. En wat is dat? Ga ik even laten zien. Het is het onderste getal. Stel ik zet die op 50, dan zie je dat is de ruimte links en rechts van het scherm, de marge. Die zet ik 20. Dat is een beetje smaak hoor, als jij kleiner wil, kan dat ook. Dus 3, 10, dit doet hij automatisch, de column width, en 20. Dan hebben we 3 kolommetjes, dat zijn als hulplijnen waarin we dan vakjes kunnen tekenen. Dus nu pak ik het vakje en dan teken ik hier een vierkant. Ik hou shift in en dan teken ik een vierkant. Doe ik een pijltje en nu ga ik die vierkanten herhalen. Dat doe ik door alt in te houden en shift en dan ga ik dit vakje naar rechts slepen. Laat ik mijn muis los, hou ik weer alt en shift in en sleep ik nog een keer het vakje naar rechts. En dan heb ik 3 vakjes. Doe ik nog een keertje, want de volgende die valt buiten het scherm. Alsof je kan doorscrollen. Nou, nu wil ik de hulplijn even weg hebben. Ik doe weer home. En dan klik ik even hier. En dan zijn de hulplijnen weer even weg. Dat kan je ook met een sneltoets doen, namelijk command shift en dan een hoge komma. Op die manier kan je ook die grids weghalen. Het grid weghaalt. Nou, dan gaan we hier nu foto's in toevoegen. Dus ik wil hier bijvoorbeeld Scheveningen. Dan pak ik Scheveningen. Laat ik die hier vallen. Wil ik hier Paleis Noordeinde. Hup. Hier wil ik een museum. En hier wil ik het Binnenhof. Oh, dat ging niet meer goed. Command Z. V.
pakje pakken. Huppatee. En dan klik ik ernaast en dan heb ik de foto zo in de vakjes gesleept. Nou, dit lijntje wil ik eigenlijk weg hebben, dus ik selecteer het even allemaal. En ik zet de lijn uit. Trouwens, hoe kan je nou makkelijk weer van Finder naar XD toe? Even een trucje tussendoor, eentje voor je klapblokje. Hou command in en druk op shift. Laat command weer los. En dan zit je in Finder. Als je dat heel snel doet, ga je heen en weer zo. En je kan ook heel handig door, als je command inhoudt en je drukt vaker op tab, kan je met tab zeggen waar je heen wil. Dus dat zijn hele makkelijke, zeker met dit slepen, dan kan je heel makkelijk zo heen en weer slepen. Oké, hier gaan we een tekst opzetten. Pak ik het tekstknopje, sleep ik. Nee, ik ga gewoon klikken. Klik één keer met de teksttool en ik typ Scheveningen. Die maak ik wit. Dan klik ik weer op het pijltje. Dan sleep ik hem naar het midden van de foto. Ik ga hem wat kleiner maken. Hoe doe ik dat? Dat kan ik met deze doen. Door hier omhoog te trekken zo. En dan kan ik hem weer in het midden zetten. Zo. Nu geef ik hem even een zwart achtergrondje. Hoe doe je dat? Je pakt een zwart vakje nog een keer. Ik maak hier een vakje overheen. Ik zet de border uit. Ik maak het vakje zwart. En dan kan ik hier zeggen dat ik het vakje wat doorzichtig wil hebben. Klik ik weer op het pijltje. En dan ga ik nu deze laag eentje naar achteren doen. Rechtermuisknop. Bring backward. Send backward. En zoals je ziet, daar is een hele handige sneltoets voor. Die wil je ook onthouden. Command en een blokhaak links. Zo. Dan gaat die eentje naar achteren. Kan ik weer naast klikken. En nu heb ik een mooi subtiel achtergrondje achter die tekst. Nou, dit doe je ook voor die andere activiteiten. Dat hoef ik je nu niet voor te doen. Dat kan je nu zelf. Ga ik weer even naar het voorbeeld. Dus je zet hier Scheveningen, Binnenhof, Paleis Noordeinde.